wanneer jij je principes aan de kant moet zetten om de ander blizo, om een ander blij te maken, dan heb je de strijd al verloren. Dan heb je je verantwoordelijkheden aan de kant geschoven als mens op aarde, als een khalifa van Allah azza wa jalla op aarde. Het geloof is het allerbelangrijkste waar een gelovige aan dient vast te houden. Op het moment dat dat ten koste gaat van jouw principes, van jouw opvattingen, van jouw overtuiging, van jouw grenzen die jij voor jezelf opstelt, dan heeft dat geen enkele betekenis meer. Alhamdulillah, we hebben de ruimte om aan die principes vast te houden, om ze te verdedigen, om ze te beschermen en om ook eenheid misschien met anderen te vormen om op te komen voor die vrijheden die helaas niet meer vanzelfsprekend zijn. Maar geloof is een belangrijke pilaar in jouw persoonlijke ontwikkeling, in de ontwikkeling van jouw gezin, de manier waarop jij je kinderen opvoedt, de manier waarop jij een positie inneemt in deze samenleving. Het geloof moet ten alle tijde centraal staan, want je bent niet alleen hier op aarde gezet om te eten en te drinken en vervolgens voor te planten en dood te gaan. Je bent hier op aarde gezet met bepaalde verantwoordelijkheden en Allah azza wa jalla zal jou daarover ondervragen. Over elke stap die jij hebt gezet. Waarom je dat hebt gedaan en waarom je die keuze hebt gemaakt. Allah azza wa jalla zegt in de Koran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Datgene waar de profeet alayhi salatu wassalam is gekomen, zouden we moeten vasthouden. Moeten we aannemen, moeten we internaliseren, moeten we in de praktijk gaan toepassen. Wa ma nahakum anhu fantahu. Datgene waar hij ons voor heeft gewaarschuwd, daar moeten we afstand van nemen. Datgene waar hij ons voor heeft gewaarschuwd, moeten we achterwege laten. Dit is wat wij bedoelen met vasthouden aan geloof. Geloof is geen jas die je aan en uit doet wanneer je maar wilt. Op werk ben je een gelovige. In de politiek ben je een gelovige. Wanneer je een interview afgeeft, ben je een gelovige. In jouw huis ben je een gelovige. Wat ik altijd blijf zeggen, balans vinden tussen die verschillende rollen die een moslim gelooft, is de uitdaging. Dat jij je geloof een belangrijke plek geeft in de opvoeding van je kinderen, in de omgang met jouw echtgenoot, in de omgang met jouw buren, in de omgang waarop jij met wie dan ook, zelfs met degenen met wie je meningsverschil over hebt. Geloof moet daarin leidend